ben ik wel benieuwd wat ze gaat doen. Heb je het niet naar Michiel Vos gevraagd? Nee, ja, die zou het, precies, die heb ik wel gesproken, maar ik las nu pas dat ze in 22 wil gaan stoppen. En dat werd gecombineerd, dan ben ik alweer vergeten waar ik dat gelezen heb, natuurlijk waarschijnlijk in de New York Times, met het feit dat de Amerikaanse ambassade in Rome, die schijnt uiterst spectaculair te zijn, en al enig tijd leeg te staan. Er was eigenlijk de suggestie dat Pelosi haar carrière fraai zou kunnen afmaken, die natuurlijk van Italiaanse komaf is, fraai zou kunnen afmaken met een ambassadeurschap in Rome. Wat leek me wel aardig, want ja, ze is 80 of zo, ja, 81. Ja. Het is indrukwekkend. Hè. Ze was ook wel een enorm gewiekste politica, was zij in allerlei opzichten. Maar ja, dat moet natuurlijk, want het is die hele top van die Democratische Partij. Dat is echt een bejaardenhuis, eerste klas. Die luisteren allemaal tegen de 80. Het is echt ongelooflijk. Een beetje denken aan Brezhnev, waar we het de vorige keer over hadden. Ja, daar doet het wel een beetje aan denken, ja, zeker. Dus ze moeten daar wel een beetje de bezem doorheen halen, denk ik. Nou ja, goed, Biden zelf is natuurlijk ook nog weer een jaar ouder dan ik. En een podcast maken, dat is tot daar aan toe op mijn leeftijd. Wel, als ik Twitter mag geloven, dan... Ja, The Talking Dead, hè. Dus ja,